En geen schapen betekent dat de schorren onderaan de dijk overwoekerd raken. Daar houden vogels niet van, maar vossen en andere roofdieren wel. Die soorten waar het ballagzand heel bekend om is, waar het belangrijk voor is, dat zijn vogels die van een heel open landschap houden. Echt met bij wijze van spreken gemillimeterd gras of ja, bij wijze van spreken open zand. Nou, dat hebben we al niet meer. Dus heel veel van die vogels die gaan al steeds meer aan de buitenrand zitten. En op een gegeven moment zijn ze ook weg. In dat hoge gras, waar ze sowieso niet van houden, daar zitten ratten, hermelijntjes. En als er een vos zit, ligt die hier keurig netjes opgerold of hij ligt in dekking. Dat hij dus zo heel makkelijk naar die broedende vogels kan om de boel op te eten. Sinds vorig jaar staat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier niet meer toe dat er schapen lopen op de zeekant van de Balgzanddijk. Nou, de schapen kunnen wel op de dijk, op het grasgedeelte. De schapen kunnen ook onderaan de dijk in de schorren. We staan nu op het asfalt en daar hebben we liever geen schapen. En dat heeft te maken met urine en poep die uit de schapen komt. En dat is dus een bepaalde verzuring wat het asfalt aantast. En dat is niet goed voor de dijk. Maar die dijk die moet ons beschermen tegen orkanen. Kan die dan niet tegen een beetje schapenpis? De dijk kan prima tegen schapenpis, maar de slijtlaag kan daar niet goed tegen. Asfalt reageert daarop. En het asfalt beschermt de rest van de dijk. Dus alles werkt met elkaar samen.